Welkom allemaal bij deze algemene reading voor de maand februari 2023. Dit is gewoon een reading voor degene die het moet horen, mag horen. Dus kom je toevallig bij deze reading uit, ja, dan is er misschien een boodschap in voor jou. Het kan zijn op allerlei gebieden, dus we gaan gewoon kijken wat eruit mag komen. Het is een algemene reading voor het collectief, dus het kan en zal niet voor iedereen resoneren. Neem gewoon mee wat resoneert en resoneert het dan, resoneert het. Zo niet, dan laat het los. We gaan beginnen met het Moonalajita Oracle Deck, de maankaarten, en kijken wat de boodschap is die wij mogen ontvangen. Universum, wat is de boodschap van februari 2023 die wij mogen ontvangen? De boodschap van februari 2023. De boodschap voor februari 2023. We hebben meditate and contemplate. Nieuwe maan in vissen. Nou, dat is wel heel toevallig, want ja, de nieuwe maan gaat ook in vissen. Een heel emotioneel sterrenbeeld. Dus ja, het kan zijn dat sommigen van jullie wat onrustig voelen. Emoties heel sterk voelbaar zijn. En dit is een energie van mediteren. Nadenken, je rust nemen. Je emoties omarmen. Tijd nemen om uit te ademen. Take time to breathe out. En dan onder op het dek, een win-win situatie zit er aan te komen. Een win-win uitkomst. Dus we zetten een ze alle drie hier neer. Win-win uitkomst in de situatie. Denk na, neem je rust als het gaat om ja, deze situatie waar je in zit. Dan gaan we de Soul's Journey schudden, universum. Wat zijn de boodschappen voor februari 2023 die we mogen ontvangen? Dat is belangrijk. Wat is belangrijk om mee te nemen voor februari? Ja, dank u wel. Het oordeel. Judgment. Ik begrijp dat iedereen zijn eigen unieke pad heeft en zijn eigen uitdagingen. Dus oordeel ook niet te snel over anderen. Iedereen heeft zijn eigen unieke pad en zijn eigen uitdagingen. Ja, we hebben hier worry, zorgen maken. En onder op het dek, ik heb de kaarten net geschud en ik wilde ja, om de een of andere reden kijken. En toen zag ik de kaart twijfel onder op het dek liggen. En we hebben nu worry, dus je zorgen maken. Ik leer dat me zorgen maken niets verandert aan de uitkomst. Ja, en dat klopt inderdaad. Ook al maak je nog zoveel zorgen, dit verandert niets aan de uitkomst. En onder op het dek hebben we self-esteem, zelfwaarde. Ik bezit giften van de ziel die niet alleen goed zijn voor mezelf, maar waarmee ik ook anderen kan helpen, is de boodschap. Dus je hebt bepaalde talenten, je hebt bepaalde gaves. Voor sommigen heeft het te maken met je spirituele pad, maar je kunt ook andere mensen helpen. Ik leg de kaart even hier neer. En dan ga ik nog een kaart proberen te ontvangen van de unicorns. Wat is de boodschap van de unicorns voor februari 2023? En hierna zullen we een korte tarotlegging doen. Wat is de boodschap van de unicorns, universum? Welke boodschap? Ja. Ja, en deze sluit heel mooi aan op de kaart die we net zagen. Je kunt ook anderen helpen. Je bezit talenten, gaves. We hebben hier de healer. Je hebt een hele krachtige
healende gaven. Heb vertrouwen in je talent. En blijf steeds true to your path as a healer. Dus blijf trouw aan jouw pad als healer. Wauw. Een hele specifieke boodschap. Dus je kunt andere mensen echt healen, echt helpen. En blijf doorgaan op dit pad als je dit pad ingeslagen bent. Want je kunt echt betekenisvol zijn voor anderen. Heel mooi. En onder op het dek hebben we de kaart compassie. Ben lief naar jezelf. Vergeving zal je een soort gevoel van bevrijding geven. Zie het licht in jezelf en in anderen, is de boodschap. Dus wederom een hele mooie kaart. Ben ook lief voor jezelf. Ben niet te hard voor jezelf. En je kunt andere mensen helpen. En je bent misschien inderdaad iemand die echt begrijpt dat iedereen zijn eigen pad heeft. Iemand die open-minded is. Geen oordeel heeft. En je bent je misschien zorgen aan het maken over dit pad wat je wil gaan volgen. Of om een andere situatie. We gaan het zien. Ik ga de Grand Lux Tarot schudden om te kijken wat de belangrijkste boodschap is die we mogen ontvangen voor februari 2023. Universum, krijg een heldere, duidelijke en het liefst een korte boodschap. Voor degene die dit moet horen. Oeps, dankjewel. Nog twee kaarten alsjeblieft. Nog twee kaarten alsjeblieft. Ja, dankjewel. Oei. Nog één kaart. Ik zal eerst even zeggen wat we hebben. We hebben onder op het dek heel sterk leeuwenergie met de krachtkaart. Dan hebben we als eerste kaart die er voor jullie uitkwam de zwaarden 7, luchtenergie. Tweeling, weegschaal, waterman. Tweede kaart is de ridder van staven, boogschutterenergie. En dan hebben we een kelken 2, waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen. Ik ga meteen een verklaringskaart voor alle kaarten trekken en dan gaan we kijken wat... het verhaal is. We hebben hier de keizerin onder op het dek. Ben lief voor jezelf, is de boodschap. En succes, uitbreiding, groei, creativiteit. Financieel een goed vooruitzicht. Een win-win situatie. Zit er aan te komen, we zullen het zien. Universum, waarom ligt hier de kracht? Waarom ligt hier de krachtkaart? Dus algemene energie. Zelfdiscipline. Een kaart van in je kracht staan. Ook vriendelijk zijn. Dit kan ook een boodschap zijn van wees niet te kritisch naar jezelf. Wat we hier hadden liggen. Waarom is hier de krachtkaart? De krachtkaart. De krachtkaart. Oeh, het kan te maken hebben met kinderen. Het kan te maken hebben met boodschappen die er binnenkomen. Dit kunnen boodschappen zijn over kinderen. We hebben hier een schildknaap van pentakels. Dit kunnen ook boodschappen zijn die te maken hebben met je werk. Nieuwe kansen, nieuwe dingen die je aangeboden worden. Het kan zijn dat je aan het leren bent. Zoals ik zei, met die healende gaves wat we hier hebben liggen. Het kan zijn dat je nog verder aan het ontwikkelen bent, aan het studeren bent. En we hebben hier een schildknaap van staven. Om een nieuw begin te willen maken. Dit kan heel veel kracht, heel veel energie van je kosten. Heel veel tijd van je kosten. En af en toe kan er wat onzekerheid zijn. Maar je bent sterker als dat je zelf denkt met die krachtkaart. En je hebt de discipline inderdaad om door te gaan. We hebben onder op het dek de kelken 8. Je vindt het moeilijk om een bepaalde situatie te verlaten. Emotioneel gezien. Dit is, de kelken staan voor emoties. Je emotioneel terugtrekken van een situatie die niet langer vervullend is. En je focussen op datgene wat je wel vervult. Datgene wat je gelukkig maakt. Daar ligt je focus op dit moment op. Nieuwe start. April, nieuw begin.
met die schildknapen die we hier hebben liggen. Voor sommigen van jullie kan het ook te maken hebben met een situatie die met je kinderen te maken heeft, die heel veel energie kost en je besluit om dingen anders aan te pakken. Waarom ligt hier de zwaarde 7? De zwaarde 7. De zwaarde 7, een kaart van list, bedrog, geheimen, diefstal kan het zelfs verstaan. Het is een kaart van strategie. Dus het kan een hele sneaky energie zijn. En deze wordt verklaard door de sterkaart. Een kaart van healing. Een kaart van hoopvol zijn naar de toekomst. En de sterkaart is ook een kaart van wensvervulling. En deze is gekoppeld aan het sterrenbeeld Waterman. Waarom ligt hier de zwaarde 7? Nog een kaart voor de zwaarde 7. En weer een schildknaap. De schildknaap van zwaarden. Iemand die alles in de gaten houdt. De detective uit het dek. Iemand die je stiekem bekijkt. Met die zwaarde 7. Je kunt te maken hebben met een boogschutter. Of met een leeuw. Waar ligt hier de sterkaart? En daar komt ze. Ze lag net onder de krachtkaart. De keizerin. Succes, groei, nieuw start. Waarom ligt hier de ridder van staven? De keizerin. Het kan te maken hebben met liefdesrelaties en het kan te maken hebben met je financiële situatie. Iemand kan je stiekem bekijken, je social media bekijken en zien dat het goed met je gaat, dat je goed voor jezelf zorgt. De keizerin zorgt goed voor alles om haar heen, maar ook voor haarzelf. Je hebt discipline, je werkt ergens aan en je gaat voor dat succes. Dit kan iemand zijn waar je kinderen mee hebt, die je in de gaten houdt, waarmee je dus door afstand gescheiden bent of... of simpelweg gescheiden bent en wellicht geen communicatie, maar dat zie ik niet heel snel met al die schildknapen. Dit spreekt ook van boodschappen, communicatie. Iemand kan kritiek op je leveren en dat kan zijn uit een, omdat iemand misschien wat afgunst of wat jaloezie heeft. We hebben voor de ridder van staven de staven 9. Dit kan iemand zijn die zichzelf als een soort van slachtoffer in de slachtofferrol plaatst. Waarom is hier de ridder van staven? Dit kan ook iemand zijn die, waar je al heel veel mee hebt meegemaakt. Heel veel obstakels hebt moeten overwinnen, heel veel problemen hebt meegemaakt. En dit is inderdaad vol blijven houden, niet op willen geven. Chaos. Iemand die in en uit was. En iemand die je wellicht ook niet vertrouwt. Met die staven 9. Je hebt het gevoel constant alert te moeten zijn. En we hebben hier een nieuw begin. Met de aas van pentakels. Kijk, de staven 9 gaat over in de staven 10. Een bepaalde situatie heeft je uitgeput. Je voelt je lichamelijk uitgeput. Staven 9, de gewonde strijder. Niet op willen geven. Maar dit kan ook jullie energie zijn, die boogschutterenergie met de ridder van staven. Heel daadkrachtig, ambitieus en ervoor gaan. Iets waar je heel veel passie voor voelt. En dit is inderdaad op je doel afgaan en wel zien waar het schip strandt. Dit is niet iemand die zich van tevoren heel veel zorgen gaat maken, maar iemand die gewoon spontaan ergens op afgaat en dan, mochten er obstakels komen, op dat moment wel oplost. Maar je blijft volhouden. En dit heeft te maken met die aas van pentakels. Een gouden kans op financieel gebied. Waarom ligt hier de staven 9? En dit kan iemand zijn, een soulmate energie. Dus dit kan een geliefde zijn, dit kan ook een familielid zijn. Dit kan iemand zijn in vriendschap.
Voor de staven 9 hebben wij de kelken 7. Dat kan ook iemand zijn die heel veel dromen heeft. Maar het heel moeilijk heeft met die staven 9. Iemand die dromen heeft, niet wil opgeven. Maar iemand die ook wat illusies heeft. Want de keerzijde van de ridder van staven kan iemand zijn die gebakken lucht verkoopt. Iemand die ergens inspringt. Zich geeft voor de volle 100%, omdat hij of zij zo gepassioneerd is. En na een aantal weken of maanden, dan doet zich weer iets nieuws voor en dan gaan we daarvoor. En dan is het hele plan, valt in duigen als het ware. Dus illusies maken, dromen hebben, niet direct keuzes kunnen maken. Dit kan iemand zijn die emotioneel niet weet wat hij wil. Iemand die het op dit moment inderdaad wat moeilijk heeft. En het kan te maken hebben met geldzaken. Te veel dingen tegelijk bezig zijn. Het is nodig om balans te brengen in een situatie. En dit heeft te maken met meer informatie krijgen. Alvorens er een keuze gemaakt kan worden. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? En dan komt in één keer de koningin van staven. Dus het kan zijn dat jij of je persoon de keuze hebben, opties hebben, als het gaat om liefde. We hebben een keizerin. Dit is iemand die heel stabiel is. Dit kan iemand zijn die een gezin heeft, kinderen heeft. En dan hebben we die koningin van staven. Iemand die heel verleidelijk is. Een knappe verschijning. Iemand die heel gepassioneerd is. Waarom ligt hier de kelken 2? Kelken 2. Kelken 2. Het oordeel. Situatie willen vernieuwen. Dit kan staan voor een verzoening. Kan iemand zijn uit je verleden. Die nog hoopvol is dat een bepaalde situatie opgelost kan worden. Iemand die je in de gaten houdt. Iemand die misschien ook een graantje mee wil pikken. Van je succes met die keizerin. Iemand die al moed en durf bij elkaar moet rapen om te communiceren. Omdat er sprake is geweest van oneerlijkheid, geheimen. Een derde persoon wellicht met de koningin van staven. Maar met het oordeel. Het is wel iemand waar je een hele sterke band mee hebt. Een emotionele band. Het kan ook een familielid zijn die je bedrogen heeft. Het kan te maken hebben met geld. En daarom ligt hier de kelken 2. Het kan een vriend, vriendin zijn. Het kan iemand zijn die jonger is. Of iemand die nog wat onvolwassen is. Of een hele jeugdige spirit heeft. Waarom ligt hier de kelken 2? Zwaarden 2. En het oordeel heeft te maken met vergeving. We hebben hier ook een oordeel staan. Kan een karmische soulmate zijn. We hebben hier het rad van fortuin, stier, leeuw, waterman, schorpioen, energie. En we hebben weer die kelken 8. We zagen hem net al. Je terugtrekken van een situatie die je emotioneel niet vervult. Op weg naar de kelken 9. Je geluk, zelfdiscipline hebben en je kracht blijven staan. Ik heb het gevoel dat je je terugtrekt. Als het gaat om een persoon die je inderdaad heeft bedrogen.
Iemand die heeft belogen wellicht, iemand die van je heeft gestolen, iemand die in en uit was, iemand waar je niet op kon bouwen. Iemand die zelf gekozen heeft misschien om de situatie te beëindigen en weggelopen is van jullie connectie en het moeilijk heeft. En het kan te maken hebben met geldzaken, maar het kan ook zo zijn dat deze persoon inderdaad iemand anders had en besluit om het nog een keer te willen proberen. Maar ik heb het gevoel dat deze persoon zelf emotioneel wat verward is. Met het oordeel staat voor vergeving. En ik heb het gevoel met het Rad van Fortuin, dit is een kaart, het kan ook een kaart zijn van een soort van hamsterwiel wat maar rond blijft draaien. En dit is iets waar je geen, dit is het lot, dit is hetgene wat voorbestemd is. Dus de lessen die je geleerd hebt met deze persoon. Ik heb wel het gevoel dat dit is iemand die je al kent. Iemand waar je al een connectie of een relatie mee hebt gehad. Het kan zelfs zijn dat je dus kinderen hebt met deze persoon. Het is tijd voor de volgende fase. Iets wat meer geluk brengt. Met die kelke 8. Kijk, deze persoon loopt de poort door richting de zon. Ja. Een gelijkwaardig geven en nemen. Balans in de situatie met de pentakels 6. En de magier. Dat is wat je manifesteert. En loslaten van het verleden. Een soulmate energie heb ik het gevoel dat dit is. En inderdaad, je zult die persoon wellicht vergeven voor datgene wat hij je aan heeft, hij of zij je aan heeft gedaan. Maar ook jezelf vergeven in de situatie. En met compassie terugkijken. Als het ware accepteren wat er gebeurd is. En verder gaan. Maar ik heb niet het gevoel dat jullie deze persoon nog een kans willen geven. Waarom ligt hier de zwaarde 2? Je houdt je terug. Je bent ook heel diplomatiek. Met die krachtkaart. Waarom ligt hier de zwaarde 2? Wordt verklaard door de ridder van zwaarden. Een hele snelle energie. Iemand die wat van zijn hart wil. Dit kan ook iemand zijn die nogal boos is. Waarom ligt hier de zwaarde 2? Of iemand die snel iets van zijn hart wil. Iemand die binnenstormt om zijn hart te luchten. Om iets te vertellen. Maar dit kan iemand zijn die inderdaad chaos, drama's veroorzaakt. We hebben hier de Hoge Priester, stierenergie. We hebben tweelingweegschaal Waterman, stierenergie. De doodkaart. En de zonkaart. De allermooiste kaart eindigen we mee. De allermooiste kaart uit het dek, de zon. En zoals ik zei, daar lopen jullie naartoe. En met de doodkaart hebben we en de Hoge Priester. Dit kan iemand zijn waar je een huwelijk mee hebt gehad. Het kan een kaart zijn van contracten, lange termijn relaties. Iemand heeft spijt, iemand zit in zijn hoofd. Zoals ik zei, de persoon die we hier hebben liggen, die kan ook emotioneel wat verward zijn, uitgeput zijn, een moeilijke periode hebben gehad, een nieuwe start willen maken, het opnieuw wil proberen. Iets van zijn hart wil. Zich nu wil toewijden wellicht aan een situatie met de Hoge Priester. Dit kan staan voor het huwelijk, toewijding, iemand die nagedacht heeft. En de doodkaart, een bepaalde situatie die beëindigd wordt, maar ook een nieuw begin, een transformatie. Kan iemand zijn die veranderd is, die komt met communicatie dat hij of zij veranderd is en hoopt nog een tweede kans te krijgen. En de zon. Deze persoon kan jou als de zon zien, dus dus sterk leeuwenergie. Schorpioen, stier. En dit kan ook te maken hebben met kinderen, zoals ik zei.
Ook met die zonkaart. Een spirituele ontwaking, bevrijding, positiviteit, optimisme. De hoge priester is iemand die wil doen wat goed is. Het kan een mentor zijn, een energie van leren. Les geven, advies geven. En de zon? Waarom ligt hier de zonkaart? Hoge priesteres. Iemand die heel intuïtief is. Maar met deze kaart, de hoge priesteres, heb ik ook het gevoel dat iemand zijn gevoelens gaat uiten. Deze ligt onder de zonkaart. Of geheimen komen aan het licht. De zon. Maar dit is vertrouw op je intuïtie. Koning van pentakels. Stier maakt steenbok. En we hebben met de hoge priesteres schorpioen kreeft vissen. Sterk stier. Ja, ik heb het gevoel dat er iemand is ergens die stiekem heel veel passie voelt voor een ander. Eigenlijk wil communiceren, maar zichzelf tegenhoudt. En een hele sterke band voelt. En eigenlijk nog een tweede kans wil, maar zelf wat verward is. Ja, onder een bedekte kelke 10. Happily ever after. Geluk, vreugde, vrede. Je liefde delen met de ander. Iemand wil een transformatie in de situatie. Een verzoening, een wederopstanding, opnieuw beginnen. En zit tussen twee fases in. En dat kan ook zo zijn dat deze persoon dat gaat communiceren. Het kan zijn dat je persoon nog in een huwelijk zit en nou bezig is met het afronden van bepaalde zaken. En dan helemaal vrij is om te gaan en staan. Ja, deze persoon wil het verleden achter zich laten. Maar ik zou het toch heel goed in de gaten houden, inderdaad. Want we hebben die Ridder van Staven. Dat kan iemand zijn die inderdaad gericht is op passie. En nog steeds geheimen met zich meedraagt met die zwaarde 7. Het kan zelfs iemand zijn die jij zelf in de gaten houdt. Maar we hebben hier wel een win-win situatie. Dus draai de rollen om. Dit hele verhaal wat ik net zojuist hier zie liggen. Dit kan ook omgedraaid zijn. De energie van je persoon kan ook jouw energie zijn of andersom. In ieder geval is er een soulmate-energie en we hebben hier onder op het dek, onder de kelken 2, voor de zonkaart, de kelken 10. Waarom ligt hier de hoge priesteres als laatste kaart nog? De hoge priesteres. De maan. Ja, geheimen, onduidelijkheid. Situatie niet helder zien, iemand die zijn emoties binnenhoudt. Ja, het kan iemand zijn die inderdaad tot inzicht is gekomen met de zonkaart. De zon schijnt een licht.
Maar het kan ook zo zijn dat deze persoon nog steeds dingen achterhoudt. Koning van Pentakels. En dan hebben we een koningin van Kelken onder op het dek. Ja. Ridder van Zwaarden. Ja, dan blijft het toch weer doorgaan. Ridder van Zwaarden. Wil ik nog weten. De Ridder van Zwaarden. Dit kan dus een hele snelle communicatie zijn die er binnenkomt. De Ridder van Zwaarden. Dit kan ook jouw reactie zijn. De Ridder van Zwaarden. En we hebben heel veel grote arcanekaarten hier. 6 grote arcanekaarten bij elkaar liggen. Kelke 6. Ja, iemand die niet kan wachten om een bepaald nieuws over te brengen. Iemand heeft je gemist. Het kan zijn dat iemand herinneringen wil ophalen. Maar ja, dat heeft te maken met een gelukkig einde van een situatie. Of eindelijk iets kunnen afronden. De wereldkaart. Een gelukkig einde. Het verleden los kunnen laten. Iets nieuws kunnen starten, het verleden achter zich willen laten. Met de Zwaarden 6 onder op het dek. Kan zijn dat iemand verhuisd is. Ja, een huwelijk heeft beëindigd. En daar nu duidelijkheid wil geven in een situatie. En wat je daarmee doet, is inderdaad ja, je eigen beslissing. Weet dat iedereen zijn eigen unieke pad heeft en zijn eigen uitdagingen. Ja, dus dit is wat ik voor jullie heb. Als het resoneert, geef mijn video een like. Abonneer je op mijn kanaal. Ik wens jullie een hele mooie maand toe. En er komen nog meer readingen zo tussendoor. Algemene readingen. En ja, een hele mooie dag. Dag!